mensen van MLCraft Games! Ik ben nu in mijn eentje. Ik ga survivalen. Dat is weer eens wat anders. Ik vind de minigames wel heel leuk die we doen, maar ik wilde ook eens wat anders. Dus nou ga ik singleplayer survival doen. Ondertussen haal ik even wat hout als ik het wel vertel. Ik heb hem nu op normal gezet. Dat zal even wennen worden, want dan moet ik eten gaan verzamelen. En ik haat de monsters, vooral creepers. Dan heb je net een mooi huisje. En dan komt een creeper langs. Dus dat vind ik wel jammer. Maar ja, anders is er ook niks om naar te kijken. Ik ga de beginstap met survivalen is hout halen. Dus, dus dat ben ik nu aan het doen. Ik denk dat ik tot de 20 ga en dan ga ik onderkomen maken. Want je moet ook, want in de nacht komen de monsters, dus moet je wel beschermd zijn met een soort van dak boven je hoofd. Gewoon een grot. Dus ik ga ook even een grot zoeken. Hopelijk zonder monsters. En dan zal ik eens even kijken wat ik wat ik daarna ga doen. Nou, na deze boom heb ik wel genoeg, denk ik. En dan ga ik eens even zoeken waar ik kan overnachten. Oh. Genoeg te eten te zien. Ja. Oh, grot. Nou, nice. Mooi. Goed, fijn. Leuk. Lol. Oké, mooi. Ik heb een grot. Ik heb een onderkomen. Al zal die vol monsters zitten. Dus ga ik even snel een crafting table maken. En wat sticks. Oh, niet genoeg. En dan maak ik een wooden pickaxe. Daarmee zal ik wat kobbel gaan minen. En wat kool. Wel fijn dat ik meteen kool heb. Want als je kool hebt, dan ben je eigenlijk al een heel end. Dus die kool kan ik goed gebruiken. Oh, beetje, klein beetje lek. Klein beetje heel erg lek. En ik hak meteen alles weg. Dat vind ik toch wat handiger. Gewoon dan weet je dat je even genoeg hebt. Volpakken. Zo, ik heb al 10. Dat is al best wel veel. Eerst even een betere pickaxe maken. Gaat ook wat sneller. Dus doe ik weer de sticks. En de cobblestone. Oh. En de cobblestone erin. Dan heb ik een stone pickaxe. Gaat toch even een stukje sneller. Zoals je ziet. En dan heb ik de eerste kool. Gewoon. Handig, al meteen. Dan moet je ook fakkels zo meteen gaan maken. Dit zal een beetje survival slash tutorial worden. Zeg maar tutorial hoe je moet survival. Dus. Schrik me rot. Weg. Nou, dit. Nou ga ik denk ik, nou ga ik even een zwaard maken. Dan gaat het doden van de beesten ook wat sneller. En dan een furnace. En als ik dan toch bezig ben, jammer. Ik denk als ik dan toch bezig ben, kan ik net goed nog een X maken. Hier zal ik even een gat graven. Mijnen. Waar ik mijn basis in kan bouwen.
Want het is toch de eerste paar episodes meer een basis. Dan dat ik een huis ga maken. Want dit is meer voor gewoon snelle bescherming. In plaats van luxe. Oeps. Beetje lek. En dan doe ik het weer. Doe ik hier de furnace. Doe ik hier de X. Zo, kan ik die ook meenemen. Alles handig. Zet ik er mooi naast. En dan gebruik ik de rest van de cobblestone om hem dicht te maken. Oké, dit is gewoon niet meer leuk. Jawel hoor, is wel leuk. Het gaat alleen zo snel. Oh. Zal ik even op orde maken alles. En dan is dit... Oh, wat doe ik er hier nog aan? Dit is echt te erg, die lag. Niet normaal. Ik kom denk ik door het opnemen. Ik heb genoeg kool, alleen geen eten. Eten is ook belangrijk om de nacht door te komen. Of je hebt meteen een bed. Volgens mij waren er wel schapen. Dus ik ga eens even op... Ah, schaap. Schaapie, 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 schaapie. Ren niet weg. Ik gebruik je wol voor een goed doel. Ah, dank je. Hey, grote vriend. Ik vind het altijd zo gemeen dat ze wegrennen. Ik hoef niet bang voor me te zijn. Neem alleen je vlees mee. En een doodje daarvoor nog. Maar ja, even kijken waar hier nou nog meer schapen. Oh. Oh, 5. Ja, 5 zal wel genoeg zijn, denk ik. Want ik moet niet alles uitmoorden. Dan kunnen ze niet meer voortplanten. Dan heb ik na een tijdje helemaal niks meer. Oh, zal ik gelijk even wat seeds. Zo. We moeten een keer misklikken. Ik wil nog 1 wol, dan kan ik een bed maken. En niet dat bed. Oh. Attack. Wow. Ren niet weg. Oh. Dank je. Jij kijkt me vervelend aan. Je kijkt me niet aan, maar dat vind ik vervelend. Wat een enorme lek. Oh, hier zie je het al. Een creeper. In de buurt van mijn soort van huis. God, ik heb het genoeg om jou te mogen ontvangen in mijn prachtige huis. Maar liever niet. Nou. Zo. Ook zo. Mooi bed. Maken we even een kist. Enkele. Grote vriend! Zo, dag. Oh. Nee, hier moet ik eens.
En hier moet het bed. Prachtig. Nou. Stop ik hier even wat overige spullen in. Ja, die. Nee, die niet. En dan gebruik ik even wat kool. Wat porkchop. Maakt niet uit. Dan wordt het lekker. Alleen, je moet even wachten. Cook porkchop. Oké, ik wil er wel twee. Ja, het is een luxe maal, want dit is de eerste dag. Lekker, lekker, lekker. Ja, nou ga ik eten. Nam, 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 nam. En ga ik eten. Eten. Slapen. Oh. Gelukkig. Ik mag niet rusten, er zijn monsters dichtbij. Ja. Yeah. Opzouten. Mag nou? Oh. Nou mensen, ik denk dat dit einde is van episode 1. Maarten Singleplayer Survival. Ik hoop dat jullie het leuke video vonden. Groen duimpje, abonneer. Leuke reactie is altijd welkom. En dames en heren, onthoud. Een blauwe banaan is niet rood. Later mensen.